TechZine Talks, where TechZine analysts bridge the gap between IT solutions and the people who need them. TechZine is your single source of truth. For more information and insights, visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van TechZine Talks. Ik weet niet wat are doing, maar. Er staat hier een doos met, een nieuwe, met verlichting voor onze, voor onze nieuwe studio. Ja. Daar was ik even mee in de weer. Ik hoorde ineens hele rare geluiden op mijn koptelefoon. Dus ik heb geen idee of het in de opname zit. Maar nee. dat merken we zelf. Maar welkom bij een nieuwe aflevering van TechSign Talks. En we gaan het vandaag hebben over ransomware. Want er is weer het een en ander gebeurd met Lockbit. En uh, er zijn wel meer dingen gebeurd met ransomware. Uiteraard sinds onze laatste podcast. Dus het lijkt ons goed om daar even bij stil te staan. En uh, hiervoor schuift ook Laura aan vandaag. Goedendag. Hallo. Hallo. En uh, Sander uiteraard, hè? Ja. Leuk. Man. Ja, heel leuk. Heeft er zin in. Zin in vandaag. Ja. Nee, maar het is op zich natuurlijk wel, wel interessant. Hè. Er gebeurt best wel veel. En met name vorige week toen, uh, toen, uh, toen Lockbit toch een behoorlijk uh, duw kreeg van, ja, uh, toen, uh... van enkele instanties. Dan kun je vragen, heeft dat nou effect gehad of niet? Nou, vandaag, vandaag hebben we iets gepubliceerd waaruit blijkt dat het misschien niet het effect heeft gehad wat we hadden gehoopt. En dus lijkt het me wel interessant om eens te kijken van die, die strijd tegen ransomware. Is die, wel, is die wel te winnen Ja, maar die mensen van Lockbit moeten vaker onze site lezen. En dan hadden ze kunnen weten dat, dat je een goed patchbeleid moet voeren. om niet gehackt te worden door, ja, de, ja. door in dit geval de overheid. Huh? Ja. Maar dat lijkt me dus wel eens interessant om daar nog eens een, uh, een, een boom over op te zetten. In dit okay. geval een podcast over op te nemen. Okay. Een bonsaiboompje of een iets meer boom? Ja, gewoon. Laten we eens kijken waar we uitkomen. Ja mensen, en uh, vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Dat kan via Apple, Spotify, Google, YouTube en uh, heel veel andere diensten. En uh, je kan ons dus ook reten. We ontvangen graag vijf sterren of een duimpje omhoog. Dankjewel. Ja, dat was de reclameboodschap weer. Oh ja, en uh, we hebben binnenkort een nieuwe intro. Hè? Je hebt hem al gehoord. Je was er niet tevreden over. Dus, uh, Jawel. Hij zit er niet in deze aflevering. De volgende misschien. Hè? Nou, misschien moeten we het tegelijkertijd doen met uh, dat we gaan maken en zo. Dus... Nou, dan duurt het even. Ben ik... <laughs> oh, oh, oh. Niet zo negatief. <laughs> hebben we hebben toch beloofd dat we in Q1 zouden komen met video bij onze podcast. Ja, ja. Ik, ik, ik make op uh, 31 maart. <laughs> <Ja, ja>, oké. <okay. lacht> nou, nee, ik hoop iets eerder, maar het, het gaat niet zo snel als ik. Uh, maar mijn geduld is meestal het probleem. Ja, dat is niet je sterkste kant. Nee. Voor mij ook niet, trouwens. weer. Dus, uh, <laughs> nee. Um, voor die mensen van Lockbit ook niet, denk ik. Geduld. Waarom niet? Nou ja, die moet altijd wachten tot die mensen gaan betalen, of niet? Oh ja, ja maar als je er heel veel tegelijk uit hebt staan, dan uh, komt er altijd wel iets binnen, denk ik. Nou ja, uh, meer dan een miljard al. Ja, dat viel me wel op. Het bestaat nu vier jaar, Lockbit? Ja, om erbij. Het heeft toch? al meer dan een miljard uh, 2018, toch? Uh, binnengeharkt. Hij ja, is al iets langer dan. Best veel. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde bedrag als dat er vorig jaar uh, in totaal aan losgeld is betaald. Ja. Ja, dat is toch wel, uh, dan kun je toch wel spreken van een behoorlijk succesvol uh, uh, ransomware variant. Ja, en dan betalen ze geen belasting. Over, maar even, nog even voor de mensen die het niet weten: waarom is die zo succesvol? Dat lockbit? Weten we dat? Um, ik, ja, ik we hebben er wel eens een blog over gepubliceerd, over uh, lockbit. Ja. Waarom? Omdat het de marktleider in de ransomware uh, is. Ja. Voor mensen die dat graag willen weten. Um, maar uh, ze zijn vooral zo succesvol omdat het uh, ransomware as a service uh, aanbiedt. Wat dus eigenlijk betekent dat Logbit zelf alle infrastructuur voorziet. Um, de, ze geven de ransomware, ze geven de software uit handen. waarmee je, je organisatie kan binnendringen. En ze zorgen voor een leak site, dus waarop dat, uh, het slachtoffer, uh, wat dat je, wat dat, ja, welke organisatie dus eigenlijk is. Gehackt, waarop dat al bekend wordt gemaakt wie de, welke organisatie dat het is. en waarop een aftelklok te zien is. van hoe lang dat ze nog hebben om ah. het losgeld te betalen. En ik begreep ook dat, uh, dat het ook een, be be een betrouwbare partij is. Dat, dat, ja, tenminste, dat las ik <laughs> toen. Nee, ja, nee, ja, sorry, maar dat moet ik even. Je hebt gewoon on, onbetrouwbare criminelen. maar je hebt ook hele betrouwbare criminelen. Maar dat schijnt rondom die, die KNVB-val uh, 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 ja, geweest die, te zijn. Dat, dat, het, dat ze toch maar gaan, gingen betalen, omdat, omdat LockBit toch wel de reputatie heeft. Als je betaalt, dan krijg je inderdaad weer toegang tot je, tot, je, tot je data. En dat ze niet nog, nog verder En dan lekken ze het niet uit. Als ze niet nog verdere double, triple extortion dingen gaan doen. Ja, klopt. Dat, zal, dat kan ook ongetwijfeld helpen. Ja, want anders gaan mensen niet meer betalen als ze als, alsnog als, als die data laten lekken. Nee, en, en ik, kan het ook zijn dat je, doordat het een ransomware as a service is, dat je, uh, dat je ook voor relatief kleine bedragen kunt, uh, uh, kunt doen. Je kunt inderdaad voor relatief kleine bedragen. Vandaag heeft uh, daar zelf bijvoorbeeld over gepubliceerd dat er tijdens de operatie van, verschil, ja, van de verschillende instanties die dus Lockbit heeft neergehaald, of heeft proberen neer te halen dan toch, dat daar uh, verschillende decryptiesleutels uh, waren in beslag genomen en ook waren. Ja, Ontcijfer dan. Uh, maar dat, dat ging eigenlijk vooral, zegt Logbit zelf, over de cryptiesleutels voor kleine ransomware aanvallen, waar een uh, los geldbedrag van maximaal 2000 dollar werd gevraagd. Oké, okay. Want als je natuurlijk heel veel kleintjes doet, dan is de kans natuurlijk best wel groot dat heel veel mensen gewoon dat wel hebben liggen ergens en, en, en dat dan toch betalen. Maar als je natuurlijk heel veel kleintjes kan doen, dan wordt het ook heel veel. Uh, ja, maar wat Logbit ook zo succesvol maakt, is dat die software die ze gemaakt hebben, die is gewoon best wel goed. Die kan echt heel snel, kan die data versleutelen. Um, en tegen de tijd dat, dat organisaties doorhebben. En die software draait al even, dan is er al best wel veel data weg, zeg maar. Het is niet, uh, ja. en, en andere ransen groepen hebben uiteraard ook wel goede software. Maar deze schijnt echt bijzonder snel te zijn. Ja. En hij kan zich ook uh, mooi door je netwerk heen verspreiden. Als je eenmaal in je bedrijfsnetwerk zit, dan kan je zo heel mooi horizontaal langs alle PC's. Hm. Dus eigenlijk is het gewoon best wel een uh, succesvolle organisatie. Ja, alleen met een waarloos patchbeleid. Dat is een beetje de. de, de... Ja, dat vond ik wel grappig. Ja, daar ja, 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 haal ik nog een keer aan. Daar kom, komen we zo meteen nog een keer op terug. Maar uh, nee, we gaan het 15 keer aanhalen. Nee, maar, um, uh, maar dan is het echt, het is echt een. Dat uh, is op zich ook wel bekend. Hè, dat de uh, echt succesvolle uh, groepen die worden ook echt gerund als een bedrijf. Ja. Dat is gewoon waarschijnlijk ook een HR-afdeling. En je hoort ook wel regelmatig dat ze ook echt wel vriendelijk zijn. Als je, als je je benadert, als je slachtoffer bent geworden. Oh, wat doet die haar ding dan? Die bedenkt een uh, mooie. Uh, je moet mensen. Je moet mensen zoeken. er zit best wel veel verlopen volgens mij. Gewoon, uh, ja. <laughs> er zijn er weer een paar gearresteerd, dus ja. dan moeten ze weer vervangen. Ja. Ja, nee, dus, ik vind dat uh, toch wel bijzonder. Maar, maar uh, laten we even terugkijken uh, naar, uh, naar die. Wat is het? Operatie Kronos heette het volgens mij, toch? Ja. Vorige week. Er best wel veel uh, te over te doen. Wat was het nou ook weer, even, even in, 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 een, in een notendop? Um, en tijdens operatie Kronos, dat is een samenwerking van verschillende um, ja, politiediensten, Europol, FBI, die waren er allemaal in betrokken. En eigenlijk hebben ze in eerste instantie voornamelijk de service van Lockbit uh, neergehaald, uh, een totaal van 34 servers, en daardoor was dus de leak site van um, Lockbit niet meer. Maar toegankelijk. Betekende dan dat, dus dat Lockbit volledig uh, neergehaald was vorige week? Daar was wel vrij snel ook door Lockbit zelf op geantwoord dat dat niet het geval was, omdat hun, uh, enkel hun PHP-service zijn neergehaald. Dus die draaien op programmeertap PHP, maar de rest van de servers waren gewoon ja, onaangeraakt gebleven. Okay. Nou er draaien applicaties met PHP, dus het is ja. gewoon de, de, de web-deel uh, ja. van. Uh, van, van logbit lag plat. Maar ja, die mensen die opereren natuurlijk vanuit allerlei uh, uh, verschillende tools en software en werkstations en noem maar op. Dus ja, eigenlijk is, is de website van logbit dus neergehaald. Ja. Maar ja, de rest niet. En dat was dus inderdaad het leuke. Om nog even terug te komen met het patchen. Ja. Dat hadden ze dus niet goed gedaan. Dus dan draaide er nog een verouderde versie van PHP op. Ja. Die nog een kritieke kwetsbaarheid had. En dat wisten ze ook. Dat, dat wisten de, 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 aanval, overheidsinstanties, de overheidsinstanties. De aanvallers in deze keer, in, in dit geval, ja. dan wisten dat ook. Dat vond ik eigenlijk best wel ironisch. Dat je. Dat je dat je als, als hacker gehackt ja. kan worden vanwege een waardeloos petjebeleid. Ja, ja en in en, en, en die blogpost maakte hij ook een beetje zijn excuses ongeveer. Hè? Die, die persoon die dat geschreven had, dat, het, dat, ze, dat ze dat toch beter zouden doen de vervolging. Ja. <laughs> Hoeft niet hoor. <laughs> ja, hij geeft wel aan dat hij inderdaad dat hij even zwakker geschud eigenlijk door de FBI. Want dat hij zelf wel een beetje het, ja, het rijke luisterleventje had gekozen. En uiteindelijk allemaal wel ja. relaxed vond. Ja. Maar, maar je hebt... hebt gewoon managed hosting providers die dat aanbieden. <laughs> ja. <laughs> ja, ik weet niet of je daar of je, je in kan draaien, maar dat, uh, dat weet ik ook. Nee. Uh, heeft, heeft, dus dus het uh, was in principe wel gedeeltelijk was het in ieder geval neergehaald. Wat heeft het nou uiteindelijk opgeleverd? Wat heeft het uiteindelijk opgeleverd? Ja, dat, in, als positieve uh, dus uitkomst van, de, van die hele operatie. Ja, Europol had natuurlijk zelf al wel uh, verwacht dat dat niet. Dat Lockbit niet volledig zou zijn neergehaald. Dat ze wel terug een, een weg vonden om, om weer verder te gaan. Dus wat nu eigenlijk vooral het idee is van uh, de mensen die dan zelf aan operatie Kronos hebben deelgenomen, is dat het ja, een impact heeft gehad op, op, het, uh, op het imago van Lockbit. En dat ze nu als minder betrouwbaar worden gezien. Nou, denk je, dat, denk je dat, 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 lock, dat die mensen achter Lockbit dat ene moer interesseert? Hun imago? Nou... In de basis denk ik van niet wat je nu zegt, maar ik denk wel. Ze hebben natuurlijk die service neergehaald, en, maar die zullen ze niet offline hebben. Die, die, die zijn in beslag genomen en die gaan ze onderzoeken. Nou, we hebben het net al over gehad dat hun patchbeleid niet zo goed was. Misschien dat er wel een aantal op zo'n server zijn ingelogd en toch even vergeten waren om de VPN of iets dergelijks aan te zetten, en dat ze ze op die manier toch kunnen herleiden. Dat uh, en dat ze dan wat mensen gaan arresteren de komende weken. En dan heeft het wel consequenties. Want als we dan echt kunnen aantonen dat die mensen bij Lockbit betrokken zijn... dan mag ik aannemen dat ze ook wel veroordeeld gaan worden voor bepaalde criminele activiteiten. Uh, of in elk geval voor de rechter gedaagd worden. Dan is het dan de ja, rechter om daar een oordeel over te willen. Dan, dan heb je het meer over dus die, de, 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 de mensen die de, de, de RAAS, de Ransomers as a Service van Lockbit willen gaan gebruiken. Dus dat die, nu, dat die nu wel een paar keer extra nadenken om het, uh, om, om het, om het te gaan gebruiken. Als ze dan via die site besteld hebben, dan hebben ze die IP-adressen inderdaad ook. Maar ze hebben ook IP-adressen van een FTP-server of zo... Om die, om die bestanden op die server te zetten. Misschien hebben ze zo ook wel wat mensen die ze kunnen achterhalen. Ja, geen idee, okay, hè? Maar, uh, maar ik denk dat, dat wat Laura zegt over dat imago... Dat, ik denk dat dat meer richting de klanten is. En in dit geval zijn dat dus de mensen die, die de, die, die de ransomware service afnemen bij, bij Lockbit. Ja, okay. je niet? Ja, die zullen we, ja, maar, maar zouden die nou. Ja, als je echt. Ja, ja wellicht dat die nu. daar uh... ja, had iemand van Trent Micro nog wel interessant. Dat vond ik wel een grappige quote. Oh. Die zeiden: we, we weten dat geen enkele weldenkende crimineel nog een keer betrokken zou willen zijn bij de groep. No. Ik denk dat dat wel een beetje. Sowieso vind ik weldenkende crimineel wel een leuk. Uh, ja, die zullen er ook getwijfeld zijn. Maar in de, in, <laughs> Niet in, in, degene de ja, die verantwoordelijk voor het beleid Maar uiteindelijk als, als, als uh, ik, juist nu. Net nadat dit gebeurd is is, is, is LockBit waarschijnlijk het veiligste van allemaal. Want nu hebben ze er zo'n keer goed naar gekeken natuurlijk. Nu hebben ze alles gewoon uh, goed... Uh, nou, goed nu weggezet. is alles weer gepatcht, ja. ja. Dus nu, we hebben, dat dan die, die, die hele quote van die persoon van Trend Micro is dan ook een beetje bijzonder. Want waarom zou je vanaf nu degene, uh, niks meer te maken willen hebben met LockBit? Het is nog steeds hartstikke succesvol volgens mij, dus... En dat gaat toch om het resultaat. Toch? Ik denk wel Trent Micro, en natuurlijk ook de persoon die dat die quote heeft gegeven, hij is zelf een, een cybersecurity specialist. Dus die denken altijd zelf al vanuit het uh, concept van niemand is, niemand is veilig, niemand is veilig ook voor ransomware, niemand is dat tegen bestand. Dus hij zal dat ook aan, in, aan de andere kant dan zelf voor de ransomware groepering zelf hebben bedacht. Van ja, ook hun zijn dus niet resistant tegen, ja, tegen politiediensten. Die kunnen ook, daar kan ook worden ingebroken. Dus ja. ik denk dat hij het vanuit die gedachte meer heeft ja. gezegd. Nee, ja, dat denk ik ook wel. Alleen ik vond, ik vond het op zich wel een interessante quote om even wat verder, wat verder te ontleden. Ja, in de Want... vraag is natuurlijk hoe die groep opereert. Zouden ze elkaar kennen bijvoorbeeld? Want jij zei ze opereren als een bedrijf. Maar stel nou dat ze er twee of drie te pakken krijgen. En dan maken ze een soort, hoe noemen ze dat, zo'n kroongetuige van. Die, die dan gewoon uh, zegt uh, wie die kent, wie die, wie die waar op moeten heeft en wie waar zit en uh, wie wat doet, uh, et cetera. Misschien dat ze op die manier wel aan meer informatie kunnen komen. Ja. Nou, uit die blogpost. Ja. En van... dat ze dan toch meer schade kunnen aan. Kijk, uiteindelijk willen ze de kopstukken pakken. Degene die, die, dit, die dit coördineren of managen. Of, hè, misschien werkt die groep wel niet zo. Maar hè, aangezien er regelmatig gezegd wordt dat, dat, dat het als een soort bedrijf opereert. Zou er ook een bepaalde hiërarchie zijn, vermoed ik. Maar en dan willen ze natuurlijk die kopstukken. En als je een paar mensen aan de onderkant te pakken krijgt, dan kan je die wel een. een ja, een vrijbrief geven, niet, dat ze niet vervolgd worden... als ze maar genoeg informatie delen. Ja, het zou mij wel verbazen als ze elkaar kennen, hoor. Want dat, uh... Ja, dat weet ik niet. Nou ja, dat lijkt me heel dom. Het blog van Lockbit zelf, dat stond in... Uh... Ja, daar kunnen ze eigenlijk uit af te leiden... dat ze vooral elkaar kennen onder een, onder een pseudoniem. Maar hij, hij zegt ze wel zelf. Wat wel interessant is, dat hij dan één iemand... Uh, die eigenlijk heel belangrijk is voor heel de organisatie van Lockbit... hij ook echt bij zijn echte naam kent... En uh, Europol of FBI zou dan hebben gezegd dat ze die persoon hebben, hebben opgepakt. Um, maar hij zegt dus zelf van de, de naam die gegeven wordt door de FBI, dat is niet de persoon die, dat, die echt in onze organisatie zit. Het zijn gewoon, het zijn gewoon well, ze, hebben twee, ze hebben twee mensen gearresteerd ook met operatie Kronos. Maar daar zegt van, van van, die zijn helemaal los. Ja, maar nu zeg je iets interessants. Op, Want aan de operatie. ene kant zeg je dus, ze kennen elkaar niet. Maar aan de andere kant zeggen ze, nee, dat is hem niet. Maar dan weet je het toch helemaal niet? Want als je je echte naam niet weet, weet je ook niet of dat... Maar dat is op basis van die ene persoon die, waarvan hij die de, de naam wel wist, toevallig. Ah, oh, oké. Okay. Maar ik denk niet dat er ergens, ergens een organogram op hangt met, uh, met, met, <laughs> ja, met, met, nee. met alle namen van de poppetjes. Nee, dat denk ik ook niet. En, maar... zullen, en als er een HR-afdeling is, dat die ook niet ergens centraal een, een, een personeelsbestand bijhouden, denk ik. Misschien moet je SAP even bellen. Ja. <laughs> ja, als dat zo is, dan... Uh. Nee, maar, en, en, maar goed, even nog terugkomen op het onderwerp. Hè, voordat we alle, alle lekker hand op gaan. Um, want maar vandaag hebben we juist weer wat gepubliceerd, waaruit blijkt dat het dan toch best wel een. Uh, dat, dat, dat het misschien. Hè, want het heeft wel een beetje imago schade opgeleverd. En ik heb ook wel iets gelezen over dat ze een potentieel. Uh, maar wat, 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 wat vervelende documenten uh, rondom de verkiezingen in Amerika. Uh, tegengehouden hebben nu. Uh, want die, die, die wilden ze eigenlijk morgen of zo, of dinsdag, wilden ze die toch. Uh, openbare. Nou, dat gaat nu ook niet door. Dus dat, dat zit nog wel een, misschien een politiek dingetje in. Maar ik las vanochtend ook weer dat er weer vijf, uh, vijf nieuwe, nieuwe slachtoffers zijn van Lockbit. sinds, uh, sinds vorige week. Ja, ze, ja, inderdaad, de operaties uh, van Logbit gaan zeker gewoon, gewoon verder gaan. Uh, ze zijn de service of zijn helemaal niet zo hard geraakt. Ze kunnen gewoon hun leak site opnieuw op een andere plaats opstarten. Uh, die arrestaties die zeggen ze dan dat dat niet gelinkt is aan, uh, aan hun, aan hun uh, groepering. Dus... Maar dat, dat is ook natuurlijk de enige boodschap die ze de wereld in willen helpen: dat, dat, dat er niks aan de hand is. Nee, maar in principe, op, op basis van wat we natuurlijk nu weten, dat het een PHP-kwetsbaarheid was, mm -hmm. dan heb je in principe alleen het front-end te pakken natuurlijk. Nou ja, ze hebben die service in beslag genomen, dus ja. nu is ze volledige toegang. Tuurlijk, maar, 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 die, maar, die, maar, die, maar die applicaties, dat is toch, dat is toch het, het, het customer-facing ja, customer ja. gedeelte. Dus dan... Dan zit er achter nog een heel netwerk aan, aan, aan servers of aan databases of weet ik veel wat, die, die daar geen gebruik van maken. Nee, dat klopt. Dus dan zeg je he. toch alleen puur ja, grotendeels het content? Ja, nee, dat klopt. Maar wat mij meer omgaat is, 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 ze hebben ook mensen in het vizier. En ze hebben ook wel wat, ja, he, ze hebben ook wat mensen gearresteerd. Nou, die link die moet er ergens zijn, want anders ga je die mensen niet arresteren. Dus. En laten we eerlijk zijn, de is ook niet helemaal achterlijk. Nou ja, die zullen, zullen ook wel een beetje geïnfiltreerd zijn. Ja, maar dus dus de hey, Ja, weet je, tuurlijk willen ze zeggen dat er niks aan de hand is. Maar ik denk, dat, ik denk dat dit nog best wel een staartje kan krijgen. Dat er over een maand of wat weer wat mensen uh, gepakt gaan worden. op basis van, de, van wat deze actie heeft opgeleverd. Nou, dit, Dat zou kunnen, alleen ik denk dat het aanbod aan mensen die, uh, die hier wat mee willen. Die is best, dat is best groot volgens mij. Dus ja, je kan je, ze vrij ja. makkelijk vervangen waarschijnlijk. Ja. Dus, je, dus de onderliggende vraag is natuurlijk, van, heeft, heeft het nu echt iets opgelost? Behalve dan die twee dingen die we net even aanhaalden. Hmm, fundamenteel niet. Maar Lockbit geeft ook zelf aan in, in, in de blog dat uh, eigenlijk de FBI te snel zou hebben gehandeld. Omdat het dan ook gaat van, om die documenten die gelinkt zijn aan de Amerikaanse... Ja, die uh, een invloed kunnen hebben op de Amerikaanse verkiezingen. En dat ze daarom eigenlijk heel snel hebben gehandeld om te zorgen dat die documenten niet gelekt zouden worden. Terwijl dat ze in een andere situatie, als het niet om die documenten zou gaan, zou de FBI veel langer op de service van Lockbit hebben gezeten en veel meer data kunnen hebben verzameld. Dat is tenminste hetgeen wat Lockbit zelf doet. Okay, maar, maar is er dan nu wel 100% zekerheid dat die documenten uh, echt weg zijn? Ja, ja voor, 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 voor zover dat mogelijk is. Dan hebben ze ook geen backups bij, uh, bij Lockbit? Zo lijkt het. Niet. Ja, maar, maar even wachten. Want waarom zouden die documenten op zo'n frontend staan. Ja, dat snap ik ook niet helemaal. lijkt ja. mij juist dat die nog niet op die manier worden binnengehengeld. Nee, dat denk ik ook niet. Dus, dus ja. ja. Je zou verwachten dat ze toch ook ergens anders... Uh, ik denk dat ze maken. die documenten nog wel hebben. Ja, misschien doen ze ook wel een 3-2-1-backup-strategie <laughs> bij... Ik uh, <ja. lacht> weet het nooit. <laughs> ook daar hebben we artikelen over. op oh. onze website. Oh, Heel veel. <laughs> <heel, heel, heel. lacht> nee, maar... Um, je hebt natuurlijk ook kans dat ze... Uh, um, bij Logbit een beetje boos zijn nu over deze actie. En uh, dat ze misschien wel meer documenten komen of dat ze die documenten verder gaan uitpluizen, zodat ze het nog wat beter onder de aandacht kunnen brengen. He, want uh, je kan wel, weet ik het, 10 gigant documenten openbaar, geen idee veel ze gestolen hebben. Maar je kan ook de documenten bekijken en kijken wat voor prachtige dingen erin staan. En die wat bewuster de wereld in slingeren. Want als je 10 gig of zo of 5 gig, weet ik, ik weet niet hoeveel, hoeveel, is er bekend om hoeveel het ging of nee. Um, als je die, of, niet, ik weet in ieder geval. Als je, als je die openbaar maakt, dan, dan ga je er dus vanuit dat er wat journalisten of zo induiken en gaan onderzoeken of dat er iets spannends in staat. Maar ja, dat duurt even. Nu kan je misschien wat gerichter. Ja, het is dat duurt inderdaad even. Het is natuurlijk ook moeilijk als uh, wensenwerkroepering om die documenten echt goed de wereld in te krijgen. Ze werken niet met een werkbureau dat ons een mailtje stuurt. Uh, nou <laughs> maar, ja, maar die weten heel goed hoe ze... Uh, uh, ben ik het? De hoofdredactie van The Guardian of zo, die weten ze wel te vinden hoor. Er zijn gewoon e-mailadressen hoor. Of een andere internationale hut die wel uh, wat wil publiceren. Ja. Maar um, natuurlijk blijft het wel het woord van een cybercrimineel tegen het woord van een officiële instantie. Ja, als je maar genoeg van die documenten meestuurt, dan denk ik dat ze. dat uh, kan het best overtuigend zijn. Ehm. Um, dus ik, ik verwacht dat dit nog wel een staatje krijgt. En ik verwacht ook niet dat die documenten helemaal weg zijn. Ik denk dat er nog wel ergens komende week of zo wat, uh, wat uit gaat lekken. Maar ja, heeft die Trump niet al genoeg problemen? Het uh, oh ik ja. er nog wel bij nou, waarschijnlijk. Nou, ik, uh, ik volg het allemaal niet. Ik ben niet zo politiek geëngageerd. Nee, volg maar, uh, goed, maar, uh, uh, maar volgens mij uh, heeft hij problemen genoeg, die, die beste man. Uh, maar en dan hebben we het ook niet, nog niet eens gehad over de rol die de Nederlandse politie speelde. Want uiteindelijk oh, ja. hebben we best. Uh, we waren er 34 servers werden neergehaald en 13 daarvan stonden in Nederland. Ja. Want, uh, waarom zijn we daar zo goed in, in, het, in, het, in het hosten van, uh, van lockbit servers? Nou, ja, we hebben vooral heel veel datacenters volgens mij. Ja, maar ja, dat is het andere. Want, er zijn meer plaatsen. Alleen wat me, op me opviel, want dat heb ik eigenlijk niet opgezocht, maar dat weet jij natuurlijk hoor. Um, had, had je niet iets geschreven dat de politie Zuidoost-Brabant ofzo In eh, een verklaring of iets dergelijks was gekomen? En Zeeland ook volgens mij, ja. Zo. Want dat zou dan betekenen dat het niet in een Amsterdams datacenter staat. maar ergens in Brabant of Zeeland. zat er in Zeeland een datacenter? Ik ik, ik weet. Het. <laughs> een hele hoge letens in Zeeland. Maar daar, <laughs> nee, maar in Brabant staan er wel een paar. Uh, dus dat zou betekenen dat ze toch bij een, in, waarschijnlijk in iets kleinere spelen zitten. Want, uh, uh, ja, al die grote spelers die, die zitten of in Amsterdam of in Groningen. of. ja. Uh, dus vandaar dat ik er, dat... ...dat vond ik nog wel een interessante. Uh... Ik ben even aan het zoeken of de datacenters in dat is ingezamen. Uh... <laughs> <laughs> Via Streetview of? <laughs> oh. ja. 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 Ik heb, ik, er zullen er ongetwijfeld staan hoor. Maar ik, uh... Ja, maar geen hele grote in elk geval. Dus... Uh, ...dat weten we vrij zeker. Oh ja, het was de politie Oost-Brabant... ...en Zeeland-West-Brabant. Ja. En team high tech crime zie ik ook nog uh, ja. opgeleid staan. Maar is inderdaad, vooral in Zeeland. De dus, Brabant. Dus, op, dus op een of andere manier uh, uh, yeah. was het toch uh, in, was het in Brabant te doen of zo. Dat is toch wel opvallend. Ja. Nou, ik, vind, ik vind het gewoon wel bijzonder dat uh, Nederland daar zo'n uh, zo, zo belangrijke rol speelt. Ja, Nederland heeft gewoon heel veel datacenters. En uh, 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 daardoor staan we vaak uh, uh, ook, zowel positief als negatief, in het, uh, het daglicht, zullen we maar zeggen. Uh, uh. Oh, ik zie trouwens dat er eentje in de, in de tv-toren van Goes staat. Daar ben, daar ben ik opgegroeid in Goes. Dus van Cellnext. Oh ja. Ja, ja dat next. is een Edge-datacenter. Ja. 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 En er zullen er ongetwijfeld heel veel staan. Maar ik denk, niet, ik denk en... niet dat daar Lokbits stand. Ja, ik denk ook niet dat ja. sowieso zonder bewijs kunnen dat moeilijk opperen, natuurlijk. Dat het zo is. Maar, is wel. Um, maar de Verenigde Koninkrijk had een beetje de leiding, toch? Want die hebben nou de controle over al die sites en over die data en over. Dus die zijn, die zijn in de lead voor het onderzoek, waarschijnlijk. Ja, die hebben inderdaad de controle over het hele onderzoek. Wel eigenlijk gek is, want er zijn heel veel ja, gek, weet ik niet. Maar er zijn inderdaad heel veel services gewoon in Nederland neergehaald. En um, het is ook zo dat uh, dat komt ook vooral dat er zoveel in Nederland stonden, omdat Lockbit zelf al wel in het verleden heeft aangegeven dat ze, Nederland, dat ze hun operaties naar Nederland hebben gehaald. Uh, maar waarom is dat ze dan, dan niet eerder onderzocht als ze in Nederland zouden staan waar? Want dat moet dan toch makkelijker te, te onderzoeken zijn op een of andere manier? Tuurlijk. Oké. Okay. Um, maar goed... Maar dus, wat, 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 wat denken we nou? Is dat nou het nieuws van vandaag dat er alweer vijf, vijf slachtoffers zijn? Nou, ze zijn niet uitschakeld. Dat, dat, heeft het nou echt zin gehad wat, wat, ze, wat ze gedaan hebben, of niet? Het heeft altijd zin, denk ik. Of, of, of dit de juiste timing was, zoals Lockbit zegt, of ze beter even hadden kunnen wachten, geen idee, dat vind ik moeilijk te beoordelen. Uh, maar het heeft altijd zin en het heeft altijd zin om service in beslag te nemen en, en logdata uh, te vangen, want op, daar, op basis daarvan kan je misschien weer andere dingen herleiden. Alleen dat zal de komende uh, uh, weken of maanden moeten uitwijzen of dat ze daar iets wijzen. Want ze hebben wel een pol en Oekraïne gearresteerd, uh, las ik trouwens. Dus ze hebben wel al iets ergens vandaan gehaald dat het ja. toch iets herleidbaar was. Ja, ja, goed met dat. Deze vroegen bij de maffia ook altijd. De, 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 de arresteren ze ook altijd van die uh, low level de, de figuren. En bleef het, uh, bleef het en aan de top bleef het onvera onveranderd. Maar ook, uiteindelijk zijn die ook een keer uh, ja, maar te, meer, te, meer, te grazen ja. genomen in Amerika. Dus uh, dat, dat kan hier ook mee, natuurlijk, op, op termijn. Want uiteindelijk zou het wel eens leuk zijn als we ook eens wat positiefs te melden kunnen hebben over in, in het algemeen over de ransomware. En hopelijk eens een keer een, uh, wat minder succes daarvoor. Want dat. Uh, dat is er voorlopig niet gebeuren. Nee, want ik had toevallig vorige week nog een gesprek bij iemand, uh, was ik bij een uh, evenement van Checkpoint, en die zei ook van, joh, ik vroeg ook nog van, ja, wat komt, nou, wat komt er nou, de komende jaren aan Aan nieuwe dreigingen? Hij zei, joh, dat is helemaal niet nodig. De grenzen werden zo succesvol, we gaan echt niks nieuws bedenken nu. Hoor. Ja, ze gaan misschien een bedenken. nieuwe aanvalsmethode ontdekken om ergens binnen te komen, maar dan gaan ze volgens ransomware in inzetten ja, om, om het om te vermarkten. Dat is altijd een beetje, nog wel even een beetje een inderdaad trick bij van die lijstjes want dan hebben behoorlijk van die lijstjes opsteller's hebben dan neiging om dingen op elkaar te halen. Mm -hmm. Ransomware is vaak het eindstadium van een van een phishing campagne of van een ja, van business alles. business email compromise campagne of van andere ja. hack, hek, een of het ander. Maar ja, dus dan, uh, maar, maar dat zei hij dus, joh, dat is helemaal niet nodig. Dus uh, we gaan uh, dat, dat ransomware dat blijft gewoon nog jaren, en blijft dat nog een stuk populair. Dus uh, dat was niet zo heel erg bemoedigend moet ik eerlijk zeggen. Maar. Nee, ja, maar je hebt toch gezien, in het begin ging het over, het, uh, over uh, hoe krijg ik mijn data terug. En uh, werd er heel hard geroepen, uh, betere backers, betere backers. En toen zei je die criminelen gewoon, nou oh, dan gaan we de data gewoon uitlekken. Dat is voor veel mensen ook niet heel prettig. Ja. Als je eens eens uh, gevoelige informatie hebt, dus het is niet zo leuk als het uitlekt. Nee. Nou nee, ja, dat is ook de reden waarom sommigen het op blijven betalen. Want uiteindelijk is het natuurlijk de beste remedie, is gewoon niet meer betalen. Maar ja, dat is, gaat dat, gewoon niet gebeuren. Dat, dat is ook niet echt een optie voor iedereen. Daar hebben we het in de vorige aflevering al eens over gehad. Nou ja, bepaalde partijen die, zijn, die blijven altijd betalen? Want het is, het, is, het is in sommige gevallen ook de goedkoopste manier. Ja, om, 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 om snel weer gewoon. Uh... Ik kan me nog herinneren, een casino en Vegas volgens mij, die ook, uh, ook me betaalden. Uh, ja, Zodat als die uh, drie weken dicht zijn, dan. Uh... Ja. opdoeken, denk ik. Ja, ziekenhuizen zieke, zieke met medische gegevens hebben ook altijd betaald, want die, ja, die kunnen die data gewoon niet verliezen. Uh, maar het zijn dat de KVB ook betaalde vanwege dat die, die, die data van die internationals en zo allemaal, die dan anders... Uh... Ja, dan zouden er adresgegevens op straat komen. Ja, ja. 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 Ja, daarvoor kun je nog zeggen, hoe belangrijk is dat? Maar ja, maar in principe is dat Maar in principe is dat natuurlijk wel de enige echt oplossing die 100% werkt. Als niemand meer betaalt, vriend, is niks meer, en dan is het klaar. Nou ja, dus dan moet je of zorgen dat er niet meer betaald wordt. of je moet zorgen dat je die betaalstromen kan aanpakken. Nou ja, dankzij crypto wordt dat een beetje lastig. Nou, moet er uh. dan gewoon crypto voor bieden hoor. Ja, succes. <laughs> dat gaat ook niet werken. Hè? Misschien dat die criminelen straks met de digitale euro betalen. Hè? Die komt druk aan. Dus, uh... Of zou die wel herleidbaar zijn? Ja, geen idee. Ik denk dat, wel dat ze wel heel graag zouden willen. <laughs> dat die herleidbaar zou zijn. <laughs> ik, weet denk je, het ook, ja. ik weet niet of dat helemaal gaat lukken. Nee, dus uh, maar ja, nee, dat blijft een probleem. Ik denk ook dat Logbit wel een probleem blijft. Ik denk, maar zien we, zien we het nog verder exploderen? Want vorig jaar was een recordjaar, begreep ik: van uh, aantal aanvallen en uh, ook uh, uitbetalingen. Gaan we dit jaar. Weer een stapje ook nou, doen? Of, uh... Ik zit nu, ik zit nu, ik denk, het, het zou wel zelfs kunnen. Stel nou dat ze de lockbit echt neerhalen, dat ze dat ze de top uh, vijf mensen, dat ze die te pakken weten te krijgen. Dat kan er ook voor zorgen dat het juist alleen maar erger wordt. Want dat betekent dat die laag eronder maar voor zichzelf gaat beginnen, want die leiding is weg. En dat er uiteenvalt in meerdere groeperingen die allemaal een beetje te, te ambitieus zijn. En dat het juist alleen maar leidt tot meer ransomware. Ja, en ik denk ook dat je natuurlijk... Er zijn ook inmiddels al meerdere iteraties van Lockbit geweest. Hè? Meerdere versies. We zitten nu bij 3.0 of zo. We zitten nu bij 3.0, ja. Dus ja, de, ja, iemand kan ook gewoon inderdaad gewoon mee, iets meenemen op een stikje... en ergens anders een nieuwe tak opzetten. Ja. Hè? Net zo gemakkelijk. Dus ja, het is een beetje lastig aan te pakken natuurlijk. Maar, behalve dan door niet te betalen, maar dat kan dus niet altijd. Nee, ik denk uitroeien van ransomware gaat er voorlopig niet gebeuren. Nee, maar goed, ja. moet wel een keer gebeuren, denk ik. Dan zou er uh, in, ja. uh, in bepaalde uh, software weet ik veel, in Windows en in Linux en weet ik het zou iets moeten komen met een met een met een hele krachtige ransomware bescherming dat het bijna niet meer te doen is om data buiten te maken. Ik denk wel dat het helpt als uh, well, dat is misschien, een, misschien een klein beetje een zij zijstraatje dat we dat. Uh, de Security-markt, als, 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 als een platform, zeg maar wat, uh, wat overzichtelijker wordt. Want hoe meer, hoe meer dingen je naast elkaar gebruikt, hoe groter je gaten zijn, hoe makkelijker mensen binnen kunnen komen. Dus als ze ja, binnen ja. zijn, dan ja, ze dus ja. zijn ook altijd. Je hebt leer security nodig. Je hebt meerdere security-oplossingen naast elkaar nodig. Dus maar ja, het kan wel binnen een platform draaien, natuurlijk. In principe, maar... ja, maar zit je wel een vendor en is toch weer een beetje. Ja. Dus nee, ja, weet je, er zijn allemaal theorieën, maar wat de beste is... Nou, maar ik de... denk dat de securitymarkt wel te gefragmenteerd is op dit moment. Ja, maar, maar ja, goed. Dat, 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 dus dat zou wel, denk ik, wel een beetje helpen als daar wat meer consolidatie in zou komen. Ja, maar ja, er valt goed geld in te verdienen. Dus ja, er verschijnen ook elke maand weer nieuwe start-ups. Dus ook daar uh, wordt de oplossing niet, niet snel gevonden, denk ik. Nee, ik denk het ook niet, maar... Ja. Maar wat het ook nog is, hè, want dan zeg ik net wel: je kan wel hele goede ransomware bescherming in je, in je software stoppen. Maar ja, dan gaan ze het gewoon niet meer versleutelen. Dan gaan ze het gewoon stelen hè, en dan dreigen ze het gewoon openbaar te maken. En dat is ook een vorm van ransomware, maar dat is niet eens ja. versleuteld. heel veel was ook onversleuteld, hè, zonder versleuteling. Heel veel, uh, heel veel van die aanvallen las ik ergens. Iets van 40% of zo. Oh ja, dat dus... kan je eens een keer voorbij, voorbij zien. Ja, want, want als je, als je niet zo'n goede uh, uh, ransomware-crimineel bent. Dan weet je niet hoe je hoe je die encryptiebeveiligingen van al die security spelers moet omzeilen. Nee. Dus dan ga je het niet meer sleutelen. Dan ga je het gewoon alleen maar stelen. Ja. Ook dat kan je uiteraard alweer beveiligen. Maar het, het, is, een, ja, het is een beetje een, een kat en muisspel tussen de criminelen en de security markt. En ja, dat is al sinds uh, Eddie Willems van GDATO ooit over zijn floppy begon. Nou, dat is in de jaren negentig geloof ik. Uh, voor, ja. de, voor de mensen die wat langer meelopen in de, de IT-industrie. Uh, ik denk niet dat het, uh, dat het snel stopt. Het wordt nee, alleen maar meer. Ja, ja. Helaas wel. Het is alleen, ik vind het altijd een beetje treurig. Uh, vast te maar misschien Sorry dat, dat er mensen in de security markt zijn die onze podcast uh, wekelijks volgen en die zeggen nou, we denken er anders over. Nou, er, zijn, er zijn natuurlijk wel wat partijen die ransomware guarantees en van hebben, maar dat zijn niet de partijen die die aan de, aan de rand van je, van je organisatie staan. Die houdt, nou ja. die, houdt niet, die houdt niet tegen dat het binnenkomt. Maar als er nou een security expert is, is die luistert... die kan gewoon wel mailen. En dan kan hij zeggen, ik wil daar wel eens even over komen. vertellen. Ja, dat zou ik wel leuk vinden, ja. Dus, ja. Misschien moeten we daar eens een, een volgende over, over opnemen... over Bro. hoe het wel kan. Huh? Kan het wel? Ja. Hé, hey, komen nou, we terug op die vraag. Wij vinden we niet. Maar. Nee. Ja. Maar goed. Laura, heb jij nog een wijze noot om mee af te sluiten? Ik zou alleen nog willen toevoegen dat dan ook met die security-oplossingen het nog steeds moeilijk blijft om ook die security-oplossingen in ieder bedrijf te krijgen. Ja, dat denk ik ook. En uh, zoals. Uh, and, uh, take care of yourself and each other. Yeah. And Jerry's ja, maar dan. Oh, ja. Nou, 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 die is toch dood? We moeten even, even een klein beetje in, uh, een. Een klein beetje in een soort van uh, eerbetoon. Ja. Nou mensen, bedankt voor het luisteren. Vond je het een zinnige aflevering? Deel hem dan met je vrienden, familie, collega's en alle anderen. Vond je het niet zo'n zinnige aflevering? Deel hem dan met je vrienden, familie, collega's en alle anderen. En uh, je kan je ook abonneren op onze podcast, kan via Apple, Spotify en YouTube. Bedankt voor het luisteren, tot volgende week. Nou, wacht even, keer. Talks. En uh, volgende week zijn we er weer met een nieuwe intro, denk ik. Ook ik. Visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.